Hey, hallo allemaal. Gaat het ook zo goed met jullie? Met mij gaat het buiten prima goed. Hartstikke lekker. Lekker vrij vandaag, de sabbat. Ik heb boodschapjes gedaan. En het is pas 2 uur 's middags. Ik ga het hebben over geld. En de aanleiding daarvoor is dat ik gisteren heb gekeken naar, weet die man ook weer, Pascal. Ik kende die naam. Is dat, vroeger was die ook verbonden, dacht ik, aan een of andere conspiracy website waar ik ook nog lid van ben geweest. Het ging toen over die aanslagen van 11 september. Pascal. Anyway, die man, dat is een bitcoin start-up figuur geweest met die bitcoins. En om je uit te leggen wat bitcoin is, het is niets meer dan een administratie van coins, puntjes. Nulletjes en eentjes. En iedere transactie die wordt doorgespeeld aan iedere node in het hele netwerk. En dan krijg je een administratie die dus in elke deelnemende computer bevindt zich het complete grootboek. En dan weet je dus precies wat wie hoeveel munten heeft. En dan kan je dus die munt uitgeven. En munten die je niet hebt, die kan je, neem ik aan, niet uitgeven. Zo heb je geld en dat, of iets wat gelijkwaardig is aan geld. Mijn punt erbij is dat je bitcoins, die kan je dus op je smartphone zetten. Maar als je die smartphone kwijtraakt, of er gaat een olifant op staan, waar zijn je bitcoins dan? En dan kun jij zeggen, dan heb je met het gewone geld ook. Oké. Maar dan is dat nadeel van het gewone geld, namelijk dat je het kwijt kan raken, dus niet opgelost. En daarbovenop, die technologie waarmee dan die bitcoins worden gemined. Dat gaat mij boven mijn pet. En dan kun jij zeggen, Peri, jij bent niet zo slim. Dat is natuurlijk dan ook zo. Maar het is wel, ik ben niet dom. En het gaat mij boven mijn pet. En ik ben nooit verder gekomen dan dat het hier gaat om een wiskundige, een tautologie dus, een stukje wiskunde. Dat is nu een keer zo. En dat zal weer te maken hebben met encryptie en en comprimering. Want anders kan iedereen een bitcoin gaan vervalsen. Daar gaan we weer. En los daarvan, wat ik ook apart vind, is dat 1 bitcoin, dat is momenteel 30.000 euro. Maar wat is die volgende week waard? En ook laatst werd ik gebeld door een kennis van mij en die zei, en je moet die en die cryptovaluta moet je hebben. Je bedoelt bitcoins. Nee, je moet die andere hebben, die is veel beter, dan word je stinkend rijk. En ik, daar zit ik ook niet op te wachten. Dan gaan de mensen dus bitcoins kopen. En een jaar lang doen ze helemaal niks met die bitcoins. En dan gaan ze na een jaar lang verkopen ze die bitcoins weer. En dan zijn ze 5.000 euro rijker. Dat is diefstal. Punt. Dat is wel geld beuren en niet werken. Dat is diefstal. Maar het is legaal. Noem het legale diefstal.
Ja, dat kan niet. Nee, ja, ik snap het wel. Maar wat heb je aan antifratsen? En nou zag ik daarna een uitzending. En was het dan bij Weltschmerz ook of zo. Dat was een andere man. En die had het over een valuta en die heette de ura. En dat betekent dat de waarde van zo'n munt staat gelijk aan 1 uur arbeid. Ja, ja. Ja, kan je zeggen. En dan? Wat heb je daaraan? Want dat is het LEDS-systeem. En daar heb ik de automatisering voor gedaan. En de LEDS-systemen die zijn overal in elkaar gezakt als plumpudding. En wat was het probleem met de LEDS-systemen? En even uit te leggen, LEDS, dat is een afkorting en dat staat voor local, dus Engels, local exchange of economy, local economy of exchange trading system. Ik zou dat laatst heel zeggen, local economy. Het gaat om een lokale economie. En binnen die economie kan je handelen. En dat handelen, dat doe je dan middels het systeem waarin de een aan de ander een check uitschrijft. Hier in Arnhem ben ik erbij betrokken geraakt in 2006, dacht ik. 2005, 2006. Heb ik in het bestuur gezeten en toen kwam er een landelijk initiatief. Vanuit de verschillende kringen wilde men een landelijke overkoepelende organisatie. En daar heb ik aan deelgenomen als, bij Arnhem trouwens ook, als ICT'er. Dus gewoon puur de IT. Het was ontzettend leuk om daaraan mee te werken. Hele leuke, inspirerende mensen leren ontmoeten. Leren kennen. En leuke discussies gehad. En gezien hoe een letskring zoals de letskring van Amsterdam en de letskring van Utrecht. Die letskringen die zijn opgegeten, en dan met name Amsterdam, opgegeten door het bestuur. En door leden die met de Noorderzon vertrekken en een negatief saldo achterlaten. Dus van de letspunten die circuleren in zo'n LEDS-systeem. Dus Piet doet wat voor Maria. En dan krijgt hij 10 punten voor. En dan heeft Piet 10 punten. En dan gaat Pieter, die gaat wat doen voor Piet. En dan krijgt hij 8 punten voor. En dan heeft Piet nog 2 punten. Pieter heeft 8 punten. En Marie, ja, die heeft dus min 10. Ja, die had misschien 20, die heeft dus nu 10. En zo circuleren die puntjes. Ja, maar als iemand een saldo heeft van min 100 of zo, en die gaat weg, dan heb je een soort zwart gat. Dat werkt niet, hè? En een andere kwalige is dat als je een bestuur hebt met allemaal geweldige plannen ter stimulering van de handel, gaan wij, noem eens wat, doen. Ja, dat kost allemaal punten. En wat je dan krijgt uiteindelijk is dat je een bestuur hebt
om het eventjes heel zwart-wit te schetsen. Je hebt een bestuur en dat doet allemaal hele interessante dingen in het kader van de Let's. En dan organiseren ze weer een Let'smiddag en dan is een Let'savond. En dan heb je een inloopochtend. En dan gaan we weer deelnemen aan... dan gaan we met een kraampje staan op de stedenmarkt. Of... ja, en dat tikt allemaal lekker aan, hè, met die punten. Allemaal uurtjes. Hier in Arnhem was 1 uur. Dat was 8 knopen. Ja, en daar hebben die bestuursleden dan gewerkt, tussen aanhalingstekens. En ja, die hebben dan een hoop punten en die kunnen dan de gewone leden bellen en zeggen van... goh, kijk, ik heb mijn tuin, hè? Er zit een hoop onkruid in, joh. Nou, dat wil je niet weten. Kan je even komen schoffelen? Ja, en dan gaat een gewoon lid, die gaat het onkruid lopen schoffelen in de tuin van een bestuurslid. En een bestuurslid hangt aan de telefoon en die gaat met een andere bestuurslid overleggen, bij wijze van spreken. En die schrijven weer wat uurtjes. Want we hebben ook nog onkruid in de voortuin. En dat zag ik dus vanwege mijn de automatiseringstoestand. Krijg je inzicht in die boekhouding dingen en die ledenlijsten. En bij het landelijk overleg, en daar zat ik dus in. Ja, dan krijg je dus de boekhouding te zien in grove lijnen van bijvoorbeeld Amsterdam. Ja, daar stond het bestuur in de min, jongen. Ongelooflijk. Het bestuur dan, hè? Niet de bestuursleden, maar het bestuur. Want het bestuur is ook een entiteit. En als het bestuur dan lekker in de min gaat, ja. Dan heeft iedereen van alles voor het bestuur gedaan en het bestuur heeft dus niks voor de leden gedaan. En dan ontstaat er dus een behoorlijke zwart gat. En er waren in die dagen mensen... en die zeiden van ja, maar het bestuur als entiteit mag zoveel uitgeven als dat het wil, want het maakt er niet uit. Het maakt er maar uit dat het bestuur wat punten uitschrijft. Hè? Het bestuur moet lekker smijten met geld. Op een verstandige manier dan natuurlijk, zeggen ze dan. Hè? Je geeft dat geld bewust uit. Weet ik veel, aan een communicatiebureau om een nieuwe poster te ontwerpen. Want ja, dan krijgen we weer nieuwe leden erbij. Nee, Amsterdam is helemaal onderuit gegaan. Utrecht is van Amsterdam had 1000 leden. Er is niks meer van over. Utrecht had er 350. Er is niks meer van over. En hoe dat nou gekomen is... dat het voor de rest ook allemaal fout ging. Er spelen namelijk ook nog sociale factoren mee. En zo ken ik het verhaal, dat is hier in Arnhem gebeurd. Dat ik kwam een nieuw letslid en die was dan... dat was een moeder, een alleenstaande moeder. En die ging in Zuid wonen. Nou, en daar zit ze dan niet. Ze kwam uit het Westen. En daar was ze lid geweest van een letskring. Dus kwam ze bij ons, wilde ze bij ons lid worden... Nou, juist. Maar iemand die, dat kan je ook wel voorstellen, een alleenstaande moeder en dan in Arnhem-Zuid. Ja, die IKEA, die zit niet in Arnhem-Zuid. Die zit bij Duiven. En de Hornbach of de whatever, de Praxis, die ligt er ook niet om de hoek. En dan heb je al die meuken, moet er nog in elkaar gezet worden ook. Dus nou, die deed nogal een wat aanspraak op wat diensten die ze er echt nodig had. En allerlei mensen dachten van, nou, oké, laat maar doen. En dan mocht je in die dagen, want de Arnhemse letsen, daar hoor ik ook niets meer van. Dus ik ben ermee gekapt in elk geval. Ik heb nog 1 epistel geschreven.
Dat heb ik aan het toenmalige bestuur gestuurd. Dit is hoe ik erover denk. Het is niet zo dat als je een LED-systeem op gaat zetten en dat er reclame voor gaat maken en een algemene ledenvergadering houdt en en als je daar allemaal voor zorgt, dat jouw tuin dan wel onderhouden wordt. Dan ben je parasitair bezig. En dan zeggen mensen, ja, maar zo'n LED-screen moet wel een bestuur hebben. En LEDs is nou precies datgene waar dat tweede voorbeeld, waar het over gaat. De Bitcoin, dat is zuiver een kwestie van het feit van eens gegeven blijft gegeven, dat principe. En je moet erin geloven. Dus er moeten zoveel mogelijk mensen meedoen met Bitcoin. Je moet overal kunnen betalen met je Bitcoin. Nou, en daar begint het probleem, dacht ik. Je kan geen ASI kopen van mijn Bitcoin. Nee. Je moet op de prijslijst in Bitcoin staan. Dan moet je dus een Bitcoin calculator hebben. Dan typ je het bedrag in euro's in. En dan gaat die calculator kijken hoeveel Bitcoin dat is. Oké, poink. En dan huppakee. Dan heb jij een ijsje van 75 cent. Ja, dat kan nog helemaal niet. Het enige is dat die methodiek werkt. Maar ja, het is een wiskundige joke. Sorry dat ik Engels zei. Engels gebruik. Gewoon een wiskundige grap. Het is een wetenswaardigheid. En dat werkt, en dat is mooi. En ik snap het dus niet. Want met dat verhaal van die bitcoin, daar gaat die man het er ook over. Van ja, en als je dan een transactie, dat kan wel even duren hoor, voordat het verwerkt is. Want dan wordt er eerst gecontroleerd of die wel legaal is. Want ja, dat moet wel gecheckt worden. En dan is mijn vraag onmiddellijk, hoezo? Hoe werkt het frauderen met bitcoins? Er zit dus in dat hele gebeuren zit een proces om te kijken of er geen fraudeleuze bitcoin transacties zijn. Ja, dat is gegarandeerd, want het werkte volgens het meerderheidsprincipe. Als de meerderheid van de servers, als die het maar eens zijn, hè, dan is de transactie goed. Ja, en echt mij, hoor. En daar valt niet mee te frauderen? Nee, dat is risky business. En de oplossing is, naar mijn mening, is dat je onderscheid maakt tussen het krediet dat je geeft en het geld, de munt, die circuleert. En dat moet in balans zijn. Dus de hoeveelheid geld die er is, staat gelijk aan het krediet dat verleend is. Bij de LED-systemen, om mij weer van vooraf aan te beginnen. Een LED-transactie is niets meer dan een referentie aan de betalende partij. Van Piet. En dan een bedrag, uitgedrukt in, ja, whatever. Bij de LED-kringen heeft ieder zijn eigen ding. In Amsterdam waren het. Dat is natuurlijk weer noppes. En in Utrecht waren het sterretjes. Hier in Arnhem waren het, of zijn het. Het bestaat allemaal nog, denk ik wel.
Dus de noppes, sterretjes en knopen. Echt van alles. In Haarlem hadden ze pegels. Dat is ook leuk. Dus van Piet, zoveel pegels aan... Nou, het punt is, als iedereen op nul staat en Piet, die kan gewoon 80 overmaken aan Marie. En dan gaat Piet 80 in de min. Hè? En dat is die vrouw daar in Arnhem-Zuid. Dan gaat alles maar in de min. En die vrouw in Arnhem-Zuid, die deed geen zak terug. Echt helemaal niks. Dat mens had niks te bieden. Van dat, oh jongen, dat kan ik niet. Nee, ik heb geen auto. Nee, dat kan ik ook niet. En dat, nee, dat kan ik ook niet. En toen heeft dat Arnhems bestuur als oplossing gevonden dat ze dan de was ging strijken voor een bestuurslid. Ja, dan houdt het op, hè. En dat bestuurslid, dat was aan zijn punten gekomen... door dingen te doen voor het systeem. En dan heeft die man dat hartstikke goed gedaan, hoor. Prima werk geleverd. In een hopeloze situatie... Maar zo loopt dat dan dus. En ik ben van mening dat je helemaal niet zomaar rood mag staan. Dus. Daar moet het krediet tegenover staan. Dus iemand moet een uitspraak doen. Dat hij vertrouwen geeft aan een persoon. Van, nou, ik doe wat voor jou. En je hebt dan helemaal niks. Maar dat maakt het niet uit. Hè? Ik geef jou zoveel krediet. Dat wil ik wel voor je doen. Hè? Dan krijg je een kredietje van mij. Hè? Dus diegene die het doet. Dat is de primaire persoon die het krediet verstrekt. En dat is een formele actie. Dat is een transactie. Ja, nee, dat is niet. Het is een overeenkomst. En een van de overeenkomsten is het verstrekken van een krediet. En die andere overeenkomst is de betaling, de transactie. Dat is ook een overeenkomst. Waar de betalende partij. Ja, die is de initiator en de ontvangende partij, die is alleen maar blij. Dus wat je dan krijgt, is dat, als stelt dat iedereen op nul staat. En Marie, de keukendeur, die klemt. Ja, dat is zo opgelost. Even iemand langskomen. Dat hoeft niet gelijk een heel bouwbedrijf. Oh nee, mevrouwtje, je kunt de afspraak maken hier met de voorrekosten. Nee, dat hoeft allemaal niet. Die keukendeur klemt. Het is heel vervelend. Straks breekt er nog een ruitje. Ja, dan moet er gewoon even iemand langskomen. Nou, die persoon heeft helemaal niks. Niemand, iedereen staat op nul. Nou, dan moet die persoon, die moet beloond worden voor dat werk. Dus die vrouw, die moet een betaling doen. Van, zeg, 100 sterren. Of zo. 100 florijnen, of 100, zeg het maar. Ja, wel 100, mevrouw. Oh, zoveel. Ja, maar u bent een aardige vrouw en kunt u goede appeltaarten bakken? Ja, ik appeltaart te bakken, dat doe ik heel graag. Oh, nee, dat is interessant. Nou, ik geef u krediet. Ja, en dan geeft hij een krediet af.
En een krediet, dat moet een looptijd hebben. Dus dat is belangrijk. En dan vervalt dat krediet. Ja. Laten we er even vanuit gaan van het positieve scenario. De hele wereld is lid van het systeem. En iedereen staat op nul. Zo beginnen we. En dan gaan er dingen gebeuren. Nou, oké. Okay. Dus Marie, die keukendeur die klemt. Piet, ja, die woont toevallig naast haar. En die denkt van ja, het is wel mijn best. Maar daar ben ik wel mijn hele zaterdagochtend mee bezig. Want ik zie al wat er aan de hand is. En ik wil ook wat doen hoor. Ik moet een schuurmachine hebben. En dan moet die deur moet uit de hengsels. En oh jee, en er staat er allemaal rotzooi omheen en zo. En die plantenbakken moeten opzij. Ik los het wel op, maar daar ben ik wel even mee bezig. En dan zegt hij tegen zijn buur van, nou, dat wil ik wel doen, maar dat doe ik wel binnen het systeem. In welk systeem, zegt de buurvrouw? Nou zit hij het Perry Winkel PX-systeem. Oeh. Maar ik geef je een krediet. Ja. En geeft die vrouw een krediet. Daarmee heeft hij, door die keukendeur daadwerkelijk te repareren, hè? Gewoon een stukje hout eraf. Dat moet je maar slim doen als man. En dan heeft hij wel 100 pegels. En die kan hij vervolgens lekker uitgeven. Het punt is, dat krediet bij die buurvrouw heeft hij een termijn gegeven. En zijn idee was van nou, als die keukendeur, nou, dan wordt die keuken ook weer wat aangenaam en zo. En dan gaat mevrouw appeltaarten bakken. En die gaan over de toonbank en hup, heeft ze zoveel kaasjes binnen. En dan betaalt ze die lening wel terug. Of ze gaat voorlezen voor kinderen. Of iets anders. Nou, stel dat gaat allemaal goed. Nou, dan betaalt, als die vrouw doet dan, die heeft een appeltaart gebakken. Hè? En voor die appeltaart krijgt zij vergoeding. Het bakken van de appeltaart. Het is vrij eenvoudig, je hebt een appeltaart nodig. En een vierde lets. Iemand gaat naar de supermarkt. En die krijgt een bonnetje en eventjes voorschieten zo. En huppakee, en dan geef je die appeltaart en je geeft het bonnetje van de supermarkt. En voor de uren krijg je betaald in die punten. Ja, en dan krijgt dus die buurvrouw, dus Marie, die krijgt die punten van die appeltaartbakkerij. En die worden door het systeem, als het ware, op oud. Dus die ontvangsten, die ziet ze niet op haar saldo. Ze ziet alleen maar dat haar saldo staat op min 100 vanwege een krediet. En dat verloopt, en er staat bij wijze van spreken, echt zo'n teller. Het krediet verloopt over zoveel seconden. En dan breekt de pleuris uit. En dan moet het systeem in werking treden. Ja, er is een krediet verstrekt en dat is niet ingelost. Ja, wie houdt wie voor de gek? Snap je? Nou, en op het moment dat een krediet vervalt, dan wordt het saldo van de kredietverstrekker, dan gaat de kredietverstrekker als het ware zijn eigen saldo. Met andere woorden, ben je poem kwijt. Dus stel, iedereen staat op nul. Dat is het andere geval. Hè? Iedereen staat op nul. En Marie gaat helemaal geen appeltaarten bakken. En dan, poink. Ja, dan vervalt het krediet. En dan is Piet,
zijn poen kwijt. Met andere woorden, als je iemand een krediet verschaft, dan doe je er verstandig aan om die poen niet uit te geven voordat dat krediet, dat die lening is ingelost. Dat is de eerlijkste oplossing. En daarin is de crux dat een ieder een krediet kan verstrekken. Of je nou dokter, anders ingenieur bent, of de Verenigde de ganse hoederfirma bevorderingsorganisatie. Maakt niet aan. Iedereen kan een krediet verstrekken. Met een looptijd. En dan kan jouw buurvrouw, die heeft haar krediet, dat lukt dus niet. En dan zeg je, oké, dan krijg je er nog 6 maanden bij. Hè? Dan krijg je 2e krediet. Ja. En in het systeem zie je van iedereen precies de kredieten die persoon of organisatie heeft lopen. Hè? En het saldo van zo'n persoon. En voor wie die wat gedaan heeft. Dus alles in principe met naam en toenaam. Oninteressante informatie is het namelijk. Je hebt het hier over burenhulp. Naberschap. En dat is niet. Op het platteland is naberschap. Die mensen zijn er rustig. Die overleggen allemaal met elkaar. Die zitten samen in de kroeg. De 5 boeren. En dan die ene zegt: nou, weet je wat? Als ik nou eens een zaaimachine koop. En die andere boer zegt, oké, dan doe ik die ploeg wel. En die andere zegt, nou, dan zorg ik wel voor de huppeltjepup. Maar iemand heeft de saaimachine. Die boeren hebben niet allemaal hun eigen saaimachine. Maar ja, gek. Dat is helemaal niet nodig. Die ruilen ze. Ja, dat is ook heel gewoon op het platteland. Om je autosleutels in je auto te laten zitten. Want die auto die kan nodig zijn voor de buurman. Dat is de afspraak. En die buurman die heeft die saaimachine. En als hij een keertje naar de stad moet, pakt hij jouw Mercedes. En that's the deal. Dus in principe heb je geen geld nodig. Als iedereen ik zit even na te denken. Maar als iedereen DAS, DAS, dus Duits, ding aan zichzelf, als je dat ervaart, DAS. Dat wat buiten jezelf en in jezelf is. Dat wat aan 2 kanten aanwezig is. Tenzij je ziek bent. Dan is er iets mis. Als je pijn hebt. Ja, als mensen op dat niveau zitten. Dat je... Wij zijn 2 vrienden, mijn lichaam en ik. Wij zijn 2 vrienden, door dun en dik. Ja, als je dus dat niveau zit, ja, dan komt iedereen tot rust.
En in de steden is dat niet. Dat kan niet. Dat is absoluut onmogelijk. Onmogelijke plekken om tot rust te komen. Dus dat is ding 1. En ding 2 is de transacties tussen, hoe noem het maar, als je tussen dorpen, ik zal maar zeggen. Dat wordt nog weer een probleem. Dus dat naberschap, het opereren uit vol vertrouwen, dat gaat mank. Want het heeft maar een rijkwijde van zoveel kilometers. En het is niet interconnectief. Het heeft geen connectie op grotere afstand. En Let's heeft dat wel. Een PX-systeem zou ik het dan willen noemen. Waarbij je werkt met kredieten. En kredieten hebben een looptijd. Zo lang mag je rood staan. Voor deze hoeveelheid. En de hoeveelheid kredieten die iemand nog open heeft staan, die zijn publiek bekend. Voor alle deelnemers. Het is toch geen schande? Het is geen schande dat je toegeeft dat het jouw buurman was. Die gratis zijn voor niks. Jouw klemmende keukendeur heeft opgelost. Dat is erg belangrijk. En ja, je kan zeggen, ja, maar Perry, ik wil helemaal niet werken met geld. En ik wil dat iedereen uit. Ja, kijk, het is samenvattend. Kijk, als iedereen dat liedje kan zingen van Bert en Ernie, van wij zijn twee vrienden, mijn lichaam en ik. Maar heel veel mensen zijn geen vriend van hun lichaam. Die zijn boos op hun lichaam. Ze zeggen, dit is het verkeerd lichaam. Ze hebben ruzie met hun lichaam. Dat moet je helemaal niet hebben. Daar word je ziek van. Ja, sterker nog, dat is ziekte. We zijn ziek. Laat ik daar maar mee beginnen. We zijn psychopathisch. We zijn ziek. We zijn geen vriendjes met ons lichaam. Wij kijken in de spiegel en we denken, nou op zich, ik weet ik wat. Ik vind. Al die mensen die naar de dokter gaan. Daar zit het probleem, joh. Ja, niet dat je niet naar de dokter mag. Maar het probleem zit erin dat je geen vriendjes bent met je lichaam. Want dan kom je niet tot het inzicht. Dat jouw lichaam alleen maar je vriendje wil zijn. Het is jouw lichaam dat zo graag in leven wil blijven. En niet jij. Nee, het is jouw lichaam. Maar jij bent je lichaam niet. Dat is les nummer 1. Nee, goed, maar dus daarnaast. Ik ga nu niet helemaal esoterisch lopen blabberen. Die oefeningen en zo. Dat zoek je maar lekker zelf op. Ik zou echt niet weten hoe jij vriendjes moet worden met jouw lichaam. Zie, ik ken een vrouw. Ze zegt, hartstikke mooie vrouw. En die had teennagelschimmel. Kom je daar nou weer aan?
Ja, dit is geen vriendje, dus ergens is er een... Dat zit overal. En geld... Is als je dat goed bijhoudt. Het is geen remedie voor de ruzie tussen Bert en Ernie. Wij zijn geen vriendjes, mijn lichaam en ik. Ik moet steeds naar de dokter. Zie je mijn lichaam bij mij, man? Dan moet ik weer met mijn lichaam naar de dokter. Wat markeert mijn lichaam nou weer? Dokter, dokter, dokter. Ik zie vlekken in de zon. Ja, neem dan godverdomme geen kind dan. Dat is spinvissen. Maar in die chaos is het verstandig om boek te houden. Dat zeg ik je. Dus de mensen, juist de mensen die helemaal geen boekhouding nodig hebben. Die van nature... Ja, en wel snappen van, ach, arm oude mevrouwtje, dat doe ik wel even voor jouwtje. En dat die daarvoor beloond worden. Dat is zo belangrijk. Want in het echt, in de harde werkelijkheid, je hebt de subjectieve werkelijkheid, de ene kant van de werkelijkheid, en de andere kant van de werkelijkheid, dit is een ander woord, dat is de harde werkelijkheid. Ik snap niet goed waar die mensen van de niet harde werkelijkheid. Van ja, de werkelijkheid is eigenlijk best heel poezelig. Dus, maar een beetje hoe je het ziet. Dus ieder voor zich. En het is toch een kwestie van interpretatie. Maar in de harde werkelijkheid worden de mensen die het geld helemaal niet nodig hebben, niet beloond voor hun werk. En dat is jammer. Ja, of ze worden beloond, maar dan gaat het via het eurosysteem. En... Jongen. De belastingdruk in Nederland, ik denk dat die dan... Dat gaat naar de 80% toe, hoor. We krijgen wel een probleem. Maar goed, dat is hun probleem. En met het heffen van belastingen. Want dat was mijn brief, mijn afscheidsbrief aan de lets, aan de landelijke lets en iedereen. Dat ik heb gezegd, het bestuur van een letsysteem leeft van donaties. Jamie niet. Geen belastingen meer. Alleen maar donaties. En that's it. En niet meer dat je punten krijgt omdat je vergaderd hebt. Nou, dat was het einde van het huwelijk. En zo moet het toch zijn. Arthur Schopenhauer heeft gezegd, de wereld moet geregeerd worden door één leider. Daar heeft hij gelijk in. En ik zie helemaal voor me hoe dat moet. Ik heb meegewerkt aan het interlets systeem. Nou, sterker nog, ik heb het ontworpen. Maar ja, ik heb de implementatie. Dus,
Ja, een nageltje, denk ik, maar... Sterker nog, het is een nageltje, maar... maar toch... ik heb erover nagedacht. En nu krijg ik het volgende. Even terug naar het oude LED-systeem. Waarbij je alleen maar geldelijke transacties hebt. En de kredieten worden verstrekt middels regels van het bestuur. Dus een binnenkomend lid mag voor 100 in de rood. Zo. In uitzonderlijke gevallen, als iemand een plan heeft, kan hij naar het bestuur komen. En dan, ja, ik wil graag dit en dat en dat. Dan heb ik een krediet nodig van zoveel. Kan ik dat krijgen? Ja, en dan kunnen ze van het bestuur een krediet krijgen. Ja, dat is een slecht systeem. Maar dan nog, kijk, ga er even vanuit dat het functioneert. En dan heb je nog een LEDs. Zeg, ik zou dus voor Arnhem zou ik zeggen, je moet een LEDs Klarendal hebben en een LEDs Sint Maarten. En een LEDs de Spijker. Precies binnen is er overal een LEDs. Dat zou ik willen. Een local economy trading system. Je kan altijd wat doen voor een ander. En je krijgt er punten voor. En je spreekt maar wat af. Daar ben ik voor. En dan krijg je het probleem dat twee LEDs-kringen... iemand kan verhuizen van Sint Maarten naar Klarendal. Sint Maarten en Klarendal zijn twee wijken in Arnhem. Iemand kan verhuizen van Sint Maarten naar Klarendal. En dan, ja, dan zit je in andere lids. Nou, dan... Ja, de hoofdpersoon die erboven staat... Dat is de lids... Dat is het bestuur dus van de LEDs in Klarendal en het bestuur LEDs. En tussen die twee, hè, ja, die staan allebei op nul. En dan stelt dat die persoon uit Sint Maarten, die heeft 1000 Sint Martens of zo. Dr. Martens of zo. een of andere stomme munt. En die gaat dan verhuizen naar... Ja, Klarendal. En in Klarendal hebben ze kleurtjes. Maar dat is allemaal inter... die truc heb ik dus ook al lang uitgevonden. Dat is uitwisselbaar. Je kan in Klarendal kunnen ze rekenen in kwartiertjes. En in Sint Maarten kunnen ze rekenen in dagen, wat mij betreft. Je gaat altijd een beetje, herleid je het naar. Je moet het ergens op eiken. Ik zou zeggen, de kosten van een schoonmaker. Een goede schoonmaker. €12 per uur netto voor die persoon. Dan ben je een nette, keurige schoonmaker. Netto, geen gezeik. Dus één dag schoonmaken, is 8 uur schoonmaken, heb je €100. Of 100 dingen. 100 eenheden. Heb je de hele dag schoongemaakt. Dat zijn 100 eenheden. En uiteindelijk moet je alles herleiden, naar mijn mening, naar de kosten van een mensenleven. Dus wat kost een mens? En die kosten die moet je delen door 1 miljoen. Dus je moet dat helemaal optellen. Dat deel je door 1 miljoen. Dus dan krijg je de micro. En daarvan een 100ste...
is een... ja, dat is een cent. Dus dan is een... Als je 1 miljoen hebt, dan heb je genoeg geld voor een heel leven. En als je 100 miljoen hebt, heb je genoeg geld voor 100 levens. Dan is miljonair zijn... Plotseling heeft dat betekenis. En de kosten van leven, ja, die zijn in Stockholm veel hoger dan in Senegal. Punt. En de zekerheid dat je een ambulance in de buurt hebt. En die is in Stockholm veel hoger dan in Senegal. Of Kenia. Dus dat hoort erbij. Dus er moet een transitie komen. En dit, maar dat doen we allemaal zelf wel. En dat doen we lekker rustig. Het hele geldsysteem dat er nu is, slaat helemaal nergens op. Dat heeft te maken met autoriteit. En ik verplicht dat er alleen gehandeld mag worden met een wettig betaalmiddel. En ik zeg je... Snorri, zeg ik. Ik ben een uitzending aan het voorbereiden voor Thierry. Ik heet Perry. En hij heet Thierry. Te maken met klemtoon. Die gozer heeft een andere klemtoon. Hij is mijn opponent. Moeilijk verhaal. Want ik heet helemaal geen Perry. Niet officieel. Volgens mijn vader had ik anders moeten heten. En die naam, die zeg ik lekker niet. Zolang mijn moeder nog leeft. Want die gaat het in de pers gelijk ontkennen. Nee, voor alle gekheid. Het gaat niet om geld. Het gaat niet om contracten. Het gaat niet om briefjes. Het gaat om de registratie. Van de transacties. Dus die ene mevrouw en die loopt even naar de buurman en zegt, ik heb naar probleem. Die man, wat is naar probleem? Ik heb naar probleem. Keukendeur. Keuken, weet ik veel, iedereen praat maar wat, hè. Klemt. Mijn man niet oplos. Mijn man geen Nederlands kan. En jij zou kijken, ja, wat is het probleem dan? Nou, jij kom kijk. Oké. En dan zie je zoiets, denk je, ja, takken. Ja. Nee, dus, nee, maar dat is mooi, ja. En dan doe je dat via de lens. En dan heb ik een. En dan verschaf je krediet aan je buurvrouw. Want zij niet Nederlands kan. En kennelijk wel duidelijk weet te maken wat er aan de hand is. En dat is goed. En die andere man is degene die wat doet. En die transactie registreren. En het krediet wat die Piet steekt in zijn buf.
het enige wat die buff moet doen is participeren in het systeem. En wat ik persoonlijk vind, hè, is dat het systeem, dat is een ISO-file. Dat is een disk image. Dat is het systeem. En de behuizing kan je zelf kiezen. 64 bit. Geen gezeik. Iedereen rijk. Als je dat gaat massa produceren, dan praat je over €5 per persoon aan hardware. En de rest, dat is hartstikke fratselatse. Dat kost echt geen rol, man. En dan moet die buurvrouw zijn apparaatje hebben. En even vertellen dat zij de buurvrouw is van Piet. En dan heeft zij dat apparaatje en daarmee zit ze in het systeem. En dat werkt voor de rest in principe hetzelfde als met Bitcoin. Alleen dan met gefragmenteerde logs. We gaan niet alles overal lopen loggen. Maar in principe hebben we geen servers nodig daarvoor. Een lokaal teentje hier, lokaal teentje daar. Dat is nog een heel bouwwerk. Maak je geen zorgen. Ik ben er pas sinds kort achter gekomen dat wat mij voor ogen stond, al die tijd, dat heeft een wiskundige naam. Dat heet de perfecte verzameling. Aha. Hadden ze me ook al mogen vertellen. 43.000 jaar geleden. Nou, je hebt tijd nodig om tot besef te komen. En dat geldt voor iedereen. Ik hoop dat iedereen meemaakt dat je denkt, verdorie. Wat ben ik een langzaam van begrip? Waarom duurt het zo lang voordat ik iets begrijp? In mijn speech tegen mijn kritiek op Thierry, mijn opponent, mijn klemtoon opponent, ook qua die andere dingen. Voor de rest is het wel dubbel R, dus, en een I op het eind. En iets van een E, maar bij hem is het dan, en hij dan van de T, van Theo, van God, zo. En ik de P, van pislul. En poep. Ja, daar een keer een goed gesprek over hebben. Over hoe dat moet. En mijn voorstel is om te beginnen met het maken van die machine. Het punt is,
iedere producent mag software maken die gebruik maakt van een bepaalde poort op je router. Dat is heel normaal. Dus ik heb hier een contract met online. En ik heb een vast IP-nummer. Dat heb ik al sinds jaar en dag. En dat kan je ook heel makkelijk checken. Iedereen heeft een beetje een vast IP-nummer. En waarom ook niet? Er zijn 4 miljard IP-nummers. En een aantal IP-nummers, die schieten door. En dan boink. En dan krijg je er verschrikkelijk veel andere IP-nummers bij. IP versie 6. Dus van de 4 miljard IP-nummers hebben wij er een aantal moeten opofferen. En daarmee hebben wij IP versie 6. Dus internetprotocol versie 6. En dan heb je er zoveel. Was ik weer? De sterren verschijnen nu 1 voor 1. Ze staan aan de hemel. En er ontbreekt er geen. Ja, zoveel adres heb je ongeveer. Dus voor de burgerbevolking, die 4 miljard, dat is genoeg, man. 4 miljard minus. Dus 4 miljard huishoudens. 4 miljard postkantoren. Zo kan je het ook zeggen. Dus pak een beet 4 miljard plekken waar je altijd in kan haken, data kan dumpen. 4 miljard, dat is voor ons. Dat is genoeg, man. Dat is ruim genoeg. Ja, voorlopig zijn wij mensen zo druk in de islamieten. Dus ook tegen Thierry Baudet ook nog. Thierry Baudet nog een keer zeggen. Speel het politieker. Niet zo defensief. Een opende aanval. Ja, dat straf je. En die mensen zoals Thierry Baudet. Tjeki. Hij moet het zelf nog maar een keer zeggen. Maar ik zou zeggen, Tjeki. Dus David is dat. Tjeki de slingeraar. Ja, dat zeiden wij vroeger. Tjeki de slingeraar. Dat is een tv-serie. Dat is David. Ja, en dat straf je. Nou, ik zal zeggen, deze David van ons, die heeft zijn Goliath wel gevonden. Nee, maar dat is een huge movo. Oh. Ja, er komt nog eens een tijd, hè. Er wordt de tijd van het feminisme. De afdeling huishouding, dus economie. Dus economie betekent letterlijk huishoudingen. De afdeling huishouding, een menagerie, dus management. Een huishouding moet gemanaged worden. Als er geen management is in een huishouding, dan kan je lekker naar je reet gaan. Of aan je kont gaan likken. De tijd van het management. Het overnemen van de vrouwen
nee, het overnemen door de vrouwen van het management. De vrouwen zeggen, oh, moet er gemanaged worden? Oh, doe ik wel. En vrouwen die gaan een boek schrijven over de filosofie van het management. Wat is manager? En dan vanuit de... met heel eenvoudig. Hè? Oom Jan leert neef Henk schaken of zo. Hè? Heel eenvoudig. Van ik heb pionnetjes en mag eetje. En dan zo'n boekje. De filosofie van management. Wij zeuren daar al over 200 jaar. Hebben wij dit verzoek neergelegd bij de vrouwen. Want zouden jullie... alsjeblieft zo vriendelijk willen zijn om een werk te schrijven. En dat mag je met z'n allen doen onder één naam. Net als William Shakespeare of Wolfgang Amadeus Mozart. Of Milli Vanilli. Dit maakt me niet uit. Kies maar een pseudoniem. Zeg het er wel eerlijk bij. Want de geurende trut of zo. En hoe denken jullie over management? Hoe moet management zijn? Kijk, onze troefkaart. Dat is dat wij weten dat de Jezuïeten een managementmodel hebben. En you believe me, wat dat is... dat is een vorm van de perfecte verzameling met het gezin als voorbeeld. Een harmonieus gezin met hoe dat werkt. Dus je hebt een manager, je hebt een groepje Jezuïeten. Ja, die hebben een manager, dat is de mama. Hè? En er is ook een papa, maar die papa die komt af en toe langs. Snap je? Ja, en dat kan je multiplyen. Dat is het organisatiemodel van de Jezuïeten. Die werken met die seksuele energie. Dat onderscheid energie. Ja, je kan zeggen van de Jezuïeten wat je wil... maar die luisteren zijn niet stom. Ze zijn stom bezig. Dat is alles. Irritant zijn ze. Irritant. Sinds 1540. Daarvoor heetten ze de tempeliers. Waren ze ook vervelend. Zeg maar. Het punt is, de geschiedenis haalt hen in. Kijk. Hen in. De geschiedenis haalt hen in. Hen. Niet hun. Het is een duidelijk geval... dat de geschiedenis hen inhaalt. Dat zal ik ook tegen Thierry Baudet gaan zeggen. Ik denk dat ik niet degene ben die denkt. Ik denk wel dat ik degene ben... die iets meer snapt dan de meeste mensen. En Bill Gates en Melinda Gates en alles wat erbij hoort... is drukkerigd met het boeken van vliegroutes en escape momenten... dan zich te bekommeren... om dat ding
dat zij noemen de, of nee, onze planeet. En hier begint al een groot probleem. Ik heb het over geld. Ik weet precies waar ik het over heb. Het punt is, wij wonen niet op een planeet. Op planeten of manen kan je niet wonen. Het is niet mogelijk. De enige plek om te wonen, die heet Terra. Terri. En een peri. Het is ook Terra. Dat is de enige plek waar we kunnen wonen. Voor de rest is het dood verloren. Er is helemaal niks te beleven. Het schiet me nou zoiets te binnen dat er hier in Arnhem is, er een kermis. Die is zo tyfestering duur. Je kan net zo goed vakantie gaan houden met je kinderen. Een camping de Waai. Voor 3 weken. En elke dag dronken. Een beetje seks. Zachtjes. Ja, je zit op een camping en je wil wat. Een stuk goedkoper dan aan de kermis gaan. Terwijl de kermis vroeger zo leuk was. En dat komt denk ik niet meer terug. De kermis. Dat is over. Dat was toegestane idioterie. Vandaag met mijn boodschappen doen. Hè? Is wel lekker lang. Hè? Lekker over het uur heen. Het is toch een XXL'tje. Het ging over geld. Momenteel, ik barst in het geld. Het is echt. Ik heb een contract tot en met eind december. En ik maak indruk op mijn werk. Iedereen is vriendelijk tegen mij. En ik doe vriendelijk tegen iedereen. Kijk, dat scheelt. Vriendelijk, begripvol en nauwkeurig. En wij spreken met iedereen. Ja, ik ben buurtconciërge. Fijne baan. En nou nog verhuizen naar Kleurendal. Dan ben ik ook niet meer zo'n allochtoon. Ja, dan ben ik dus nog steeds een. Maar dan ben ik officieel allochtoon. Ja, ik ben boertje van Buten. Maar ze kennen me dan. En dan ga ik daar wonen. Ergens in de Navarra-straat. Naast die Turken. Op Marokkanen. Dat mag me niet hebben. Kom maar, Piggy. Wil je er niet naast Klarendalles wonen? Ja, gaan we zo beginnen. Ja, natuurlijk ook. Maak dan het raad. Als ze me niet gaan lopen zeiken. Als ik morgens om 7 uur de radio aan heb, hè, dan wil ik graag de radio aan kunnen doen. En niet dan, oh, mijn buurvrouw moet boos. En die gaat de politie bellen. Verschrikkelijk.
En in het grote geheel, dus met geld. En de implementatie daarvan. In eerste instantie doen we dat met een HTTP-interface. Heel basic. En iedereen is een postkantoor. Of een postkantoortje. Iedere machine neemt deel in het grote geheel. En het enige dat de machine doet, is de mutaties gewoon loggen. En dat bij een kassa. Point. Wilt u een bonnetje? Dat wordt allemaal gelogd. En die data die wordt omhoog gepompt. Nou, precies zo. En met die machine. Die ultieme, die heb ik nog helemaal niet klaar. Maar met die machine kan je uiteindelijk alle boodschappen versturen. En we gaan beginnen met de boekhouding. Eerst de boekhouding. En dan de rest. Wie is de social worker? Het gaat om de kennis. Mensen zijn getraumatiseerd. Hugo de Jonge en Mark Rutte. Die zijn verwekt, allebei. Door overlevenden van de Jappenkampen. Beide personen. Zijn verwekt door overlevenden van de Jappenkampen. Nog een keer. Dit is geen toeval. Ik heb niet in de Jappenkamp gezeten. Dat kan ook niet, maar mijn grootvader ook niet. Met heel veel andere mensen. Ik ken helemaal niemand die een vader heeft. Nee, helemaal niemand. Maar twee daarvan, Hugo de Jonge en Mark Rutte, hebben zo'n vader. Dus. En dan kan je zeggen, ja, Piri, dat is toeval. Want die mensen. Het punt is. Nauwkeurige observatie. Leert. Dat DNA. Gelijk staat aan een harde schijf. Er wordt maar wat op geschreven. Wat heeft ze geschreven? 75 brieven. Ja. DNA past zich aan. DNA is niet eens zo belangrijk. DNA is de harde schijf van het gebeuren. En DNA wordt niet eens zo vaak aangesproken. Het meeste gebeurt in de periferie van de waarneming. En het DNA, wat staat er eigenlijk? Ja, wat er staat in het DNA is het gevolg van de waarneming. Het DNA is een foto, zo je wil, van de waarneming.
Het DNA is niet een string, want je hebt geactiveerd DNA en een niet werkend DNA. Het DNA is niet belangrijk. Het gaat om de waarneming. En iemand als Hugo de Jonge, die heeft het DNA van zijn vader. Die zat in die jappenkampen. Dat is zijn DNA. En jij moet Hugo de Jonge uitleggen dat we niet in een jappenkamp zitten. Tegen Thierry. Maar jij ook. Jij staat het ook vrij om Hugo de Jonge een brief te schrijven en te zeggen: Hugo, beste jongen, we zitten hier niet in een jappenkamp. Word wakker. Een soort petitie of zo. En ook naar Mark Rutte. We zitten hier niet in een jappenkamp. Nee. Nee. Ja, dat worden harde noten om te kraken. En ik ga daar niet aan staan. Ik wil daar niks mee te maken hebben. En als je Mark Rutte over Hugo de Jonge ook maar met één haar krenkt, dan krijg je mij achter je aan. In de zin dat ik je zal, hoe we dat, niet kennen. Geen haar krenken. Ook van Wiebren Haga niet. En Pieter Omtzigt niet. En al die mensen niet. Als jij zegt, het zijn volslagen idioten. Ze doen onacceptabele dingen. Okidoki. Geen problemas. Goed begrijpen dat Paulus heeft geschreven: dearly beloved. En dan komt de negatie, die sla ik over. Ik hou niet van negaties. Je moet het duidelijk zeggen. Dearly beloved. Kijk, dat vind ik geen negatie. Dat vind ik een typisch voorbeeld van een hoopvolle opeenvolging van woorden. Dearly beloved. Zo message in a bottle. Dearly beloved. Dit is altijd goed. Lijkt mij. Nou zo. En dan komen er twee woorden. Het eerste woord is vengeance. Met een hoofdletter. Oh nee, die heeft geen hoofdletter. En dan krijg je mine. En die heeft een hoofdletter. Okidoki. Wij houden niet van hoofdletters. En dat is een handige afkorting. Voor de eigenaar. Van de hele boel. De verantwoordelijke. Het woord. Dus. En ja, het was. In het begin was het woord. En het woord was bij God. Ja, potverdorie. Hoe los je dat op? Ja. Nou, de oplossing is, iedereen gaat eraan en dat woord blijft over.
ik kom op, lieve mensen. En waar het om gaat, is dat wij die machine maken. In eerste instantie, ja, altijd een webinterface, een HTTP-interface, dat moet kunnen. En voor de rest moet je direct kunnen. Met een eigen machine. Op een eigen poortnummer. En zolang je dat heel easy, dan komen ze er helemaal niet achter. Dat wordt ook in mijn speech tegen Thierry Baudet. Dat hij dan wel even weet dat de dagen van die oude David, die zijn voorbij. De Goliath is een beetje groter geworden. Oh, nu weet ik het weer. Ik was bij mijn drankleverancier. En Albert Heijn, hij is dan een beetje meer van de kwaliteit. Ik denk, ja, kom op. Ja, ik barst in de poel, man. Ik kan het ook aan SOS-kinderdorpen gaan geven, maar wat doen die daarmee? Dus dan was ik daar en die zei ik, hey, het is wel fijner in de stad met die verlaging van die coronamaatregelen. Ja, zei hij. Vind ik ook. Ja. En ik kreeg vandaag een brief en daar word ik uitgenodigd voor zo'n deelnemen aan een medisch experiment. De kwalijke gevolgen zijn voor uw rekening en u krijgt geen vergoeding van tevoren. En die gauw zal lachen. Ja, precies. Ik ga dat niet doen. Dan maakte ik nog een grappige opmerking. Want ik wil niemand tot last zijn. Lekker Slibowitz. Dat is toch wel cool, hoor. Slibowitz. Het merk is Balle. Slivovica. Badel. Het is geen Babel, maar Badel. Dus, gadverzakkers, lekker spel. Hij heeft die gozer mee, man. En ik dacht €17, maar dit is maar €14. Jeetje. Word je dronken van, jongen? Ja, dan moet je bier bij drinken, anders dan ga je knock-out. Dan krijg je een kater. Kan ik niet hebben, want het is vandaag sabbat. Dat betekent dat ik morgen moet werken. En niet in de kerk moet gaan zitten. We hebben het over geld, weet je nog. Zo'n... Er zijn dingen van Christus en die zijn leuk. Echt heel grappig. En ja, daar word ik dan positief van. Hè? Van oh, heeft hij dat gezicht? Ja. Christus Jezus. Ja, iemand moet de Christus zijn. Ik bedoel die gozer uit Nazareth. Hij had wel een paar hele leuke opmerkingen. Hij heeft ook opmerkingen gemaakt waarvan ik denk van... dat was toen. En nou is nou. Bepaalde dingen moet je niet meer doen. Dat zijn ouderwetse opmerkingen.
Maar die opmerking dat die Joden naar Christus kwamen. En zeiden, ja, wij moeten belasting betalen. Weet je? Ja, bij nader inzien blijf ik er toch telkens weer. Ik weet niet, wat voor een vent was dat eigenlijk? Dat was een zakkie schot gelijk, man. Nee, er, maakt niet uit. En dan komen die mensen naar hem toe. En die zeggen, ja, wij moeten belasting betalen. En dit en dit, dat moeten we allemaal betalen. En vindt u dat eerlijk? En Christus pakt zo'n munt. En die zegt, hey, is dat de kop van een gozer? Ja, kop of munt. Is dat een kop van een gozer op? Wie is dit dan? Wie is dit? Ik kan het niet goed zien, hoor. Ja, wie is die? Nou, zeiden die mensen. Die munt is van de Romeinse keizer. Dat is van Rome, dat is Babylon. Nou, teruggeven. Afdeling gevonden voorwerpen. Ja, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dat betekent letterlijk het grotere is. Alleen het grotere is. De overexistence is. Want nog steeds is het zo dat in de beginnen was het woord, maar dat woord werd opgenomen, geabsorbeerd door de afkorting GOD, General Operating Device. Eerst was het woord, maar de emotie is ook. En jazeker, ik ben woedend. Jazeker. En jazeker jaag ik mensen naasten, hè? Naasten, de zenuwen op het lijf. Want die voelen mijn woede. Ze worden gek van mij. Ik werk in de gezondheidszorg, de geestelijke dingen, eigenlijk puur huishouding doen. Voor mensen met een beperking. Dat is alles. Dan hebben ze mij de tent uitgedenderd. Omdat ik achter fraude was gekomen. Ik heb 2,5 maand vakantie gekregen van de Heer, zo zie ik dat. 2,5 maand vakantie gekregen. En dan weer arbeiden. En nu ben ik buurtconciërge. Mijn dochter die vroeg een keer aan mij, als ik 21 ben, moet jij me een keer uitleggen hoe het toch kan dat jij al die details of details nog weet. Hoe doe jij dat? Het antwoord is, ik weet die details niet. Die weten. Die details die worden gekend door mijn lichaam. En de rest.
en de lichamen om mij heen. Met Erik van Roest op mijn werk herinner ik mij andere dingen dan met ja, iemand anders in mijn buurt. En dan, oh, maar dat weet ik ook nog. Het ligt aan die mensen. En als die mensen er niet zijn, dan weet ik het ook niet meer. Die mensen geven mij informatie. Met hun lichaamshouding en hun zuchten. En, over iets anders gaan beginnen. Alles telt. Hè? Als je goed oplet, dan weet je dat je in de nabijheid van sommige mensen kan je helemaal niks meer herinneren. Je gaat stotteren. Altijd weer hetzelfde. Bij die lui. Dat is de Elektra. Is dat. En terug naar het geld. Dus afsluitend, hè? Het enige dat we nodig hebben is een login. Een log, meer niet. Er moet een log zijn. Met geregistreerde machines. En ja, iedereen kan een machine registreren en iedereen staat daarmee op nul. Ja, ga maar wat doen. En dan kunnen twee mensen die kunnen samenspannen en zeggen, nou, dan geef ik jou een krediet en dan krijg ik. Ik doe maar wat of zo. Maar die vallen door de mand. En dan krijgen we de volgende truc. En dan gaan we helemaal lachen. Want een persoon is een masker. Dus mijn masker is 059-668-301. Oftewel Perry, Franciscus, Martinus, Winkel. Geboren te Bovenkerk. Adres, Aagje Dekelaan, nummer 3. In het kamertje waar mijn tante Irene. En die heeft er later gewoond. Of zij, ja. Ja, allemaal een toestand in elk geval. Ik weet niet precies hoe het zat. Ik was een moedje, heet dat. Gewoon bij elkaar geneukt. Your daddy did not want it. But he made you. Daddy was a sergeant major. Dat is van Tom Petty. Ja, dat ben ik. Trouwens, het laatste, dat wil ik helemaal niet. Ik heb het met mijn vader, tussen mij en mijn vader, mijn biologische vader. Ik heb voor de rest alleen maar een vader in de hemel. Maar mijn biologische vader en ik, dus cool geëindigd. Hij is onmiddellijk herboren. In die zin, Samsara. Want dat is het ding. Deze wereld is Samsara. Ja. Het is een eeuwige herhaling van. Ja, we gaan er weer tegenaan. Ja, en kijk, de vijand zit op 6:10. En ja, heeft iedereen zijn horloges klaar? Kompassen recht? Ja, nee. En de Noordpool en de ijsberen zijn ook klaar. En ja, de riem allemaal goed aangehaakt, zie je? En dan, ja, en de parachutes allemaal. En dan gaan we nu de ijsberen redden. Oh, weet ik wel wat. Er is die film, die heet Groundhog Day. Iemand die wordt telkens weer wakker in hetzelfde leven.
Dat is best een grappige film. En op het einde mag hij eindelijk dood. Dat is de waarheid. Ja, wat een gemopper over je bestaan. Los daarvan, zo'n lokale economie, handelssysteem. Er is niks mis mee. Het punt is, als je dat nu aan de klok gaat hangen, wil Bill Gates zit er al bovenop. Daar kreeg ik competitie van. Vanuit de Bill en Melinda Gates Foundation. Die kwamen hier naar Nederland en die hadden appjes en die hadden wel een fancy dansende konijnen. En heel makkelijk, mooie lekker, ja, die kan je heel makkelijk betalen. Ja, het moet wel makkelijk zijn. En al die wijven die gaan ervoor. Dus de ene, ja, de Saandam bijvoorbeeld, ja, die ging naar Bill Gates. Maar anderen ook. Allemaal naar Bill Gates. Ja, dat kan ook op een appje, dat kan ook op een smartphone. Ja, ik heb een smartphone. Ja, ik heb geen smartphone. Dus ik ben van de dagen dat de Let's in Arnhem, en daar stond ik op. Het inleveren van checks. Dus iemand schrijft een check uit. En dan moet je invullen van, en dan een aantal, en dan aan. En dan moet je een handtekening op en een datum. Dat briefje, dat kan je zo printen. Je schrijft maar een check uit. Iemand, je beloont iemand voor zijn gedrag. Je keert een beloning uit in de vorm van dat je wat schrijft. Daar gaat het om. En mijn initiatief om letskringen onderling te verbinden. En dat ging onder leiding van Remco Trompetter. Van de ruilkring Haarlem. En hij wist hoe dat moest. Die gozer die heeft daadwerkelijk. Hij had er goed over nagedacht. Want als je die dorpen, zoals je Klarendal en Sint Maarten. Binnen Klarendal zorgen de mensen voor Klarendal. En binnen Sint Maarten zorgen mensen voor Sint Maarten. Iedereen kent daar die steegjes. En dan moet je af en toe een interbuurtfeest hebben. En dat komt allemaal wel goed. Maar dat zijn lokale economieën. Waarin dingen moeten gebeuren. Zoals peuken rapen. En dat moet vergoed worden. Dus ik ken een Turkse man. En die ruimt die rotzooi op. En die moet ervoor vergoed worden. Punt. Het mag niet zo zijn dat alleen Perry Winkel en Erik van Roest weten dat meneer, hij woonde die Johannesstraat. Iedereen die daar woont, die weet wel wie dat is. Dat is die Turk. En die houdt niet van viezigheid op straat. Dus die heeft een knijper gekregen en een vuilniszak. Nee, niet één vuilniszak, nee, een rolletje vuilniszakken. Dan gaan we troep rapen. Dat doet meneer de Turk. En wie betaalt daarvoor? Met baklava of zo? En wat is die gozer überhaupt? Die moet ervoor beloond worden. Met punten. En die machinerie die erachter zit, die heeft geen centraal bestuur nodig. Dat is een computer.
Dus iemand moet krediet verlenen, zodat het bestuur, meneer X, de Turk, zoveel punten geeft. Iemand moet het krediet verlenen. Een mens. Ja, ik niet. Maar hij heeft wel die punten verdiend. En waar komen die punten vandaan? Iemand moet daarvoor gaan betalen. Iemand moet krediet verlenen. En wie gelooft er in meneer ja, X, hè, de Turk? Wie gelooft er in hem? De buurtconciërge van Glagendal. Ja, maar wij hebben geen geld. Dus wie gelooft er in ons? Wie geeft ons krediet? Of liever nog, cash. Erover nadenkende. Het laatste. Belangrijk is voor ons allemaal, is dat we geld niet nodig hebben. Afspraken hebben wij niet nodig. De agenda's hebben wij niet nodig. Al onze haren zijn geteld. Wij lopen de Big Brother te spelen zonder te beseffen dat al onze haren zijn geteld. Zucht. Dat Arabisch katholicisme, dat heet onderwerping. Submission, op zijn Engels. Islam, op zijn Arabisch. Ik zeg je, dat is geloof. Per definitie. Er is eentje de baas. En van ons mensen wil er ook dan eentje de baas zijn. De reflectie van de baas. Maar dat worden era's. Tijdperken. Je krijgt lokale economieën. En wanneer de ene van de gaat verhuizen over wederzijdse handelse dingen of zo. Ja, nog steeds zijn die lokale economieën, dat zijn personen. Dus de Lets van Klarendal is een persoon. Dat is een masker. Dat is iedereen die Klarendal is. En ja, de perfecte verzameling bestaat uit een verzameling van perfecte verzamelingen. En dat is op een harde schijf. Met mappen en bestanden. Ja, een keertje houdt het op. En het uiteinde, dat zijn de bestanden. Dus de personen, de menselijke personen. Kunnen ook dieren zijn. Kunnen ook machines zijn. Het kan van alles zijn. Dat zijn personen en die kunnen de transacties uitwisselen, de gegevens, berichten versturen.
Daar gaat het om. Een hele netwerk ligt klaar. En overleggen heeft geen zin. Dat is het punt. Het overleg moet stoppen. Wij moeten geboortes gaan registreren als eerste. En dat protocol moet uitgeschreven worden. Dus iemand moet de knoop doorhakken over het begrip persoon. En ik zal wel het voortouw nemen. Lekker rustig. En dan goed doordenderen. Grenzen bestaan niet. Economische, personen bestaan. Dat is het punt. En er kunnen ook groeperingen zijn. Het enige dat je nodig hebt is de technologie. En dat kan zo simpel als een ISO-file downloaden. En dan heb je een Raspberry Pi en een Arduino. Of tegenwoordig heb je allemaal een Raspberry Pi en een microcontroller. That's it. Dat is de basics. Dan krijg je altijd bleep bloep. Nee. Ik heb vroeger gezien dat vertegenwoordigers van Alfa Laval. Die werden Alfa Laval, Alfa Laval. Die melk, ja, een hele grote. Ja. Maar die vertegenwoordigers, die gingen overal naartoe. En die hadden een apparaatje, het was een buzzer. Als het ding afging, moesten ze bellen. Oh, mijn buzzer genoeg, jullie, mijn kakbel. Mag ik bel? Ja, door kan je bel. Ja, mag ik bel? Ja, ik kan bel. Ja. En dan gingen ze bellen. Ja, met Willy. Dat is mijn moeder dan. Mijn moeder die kon op een knopje drukken en dan boink. Een of andere gozer die ging dan bellen. Dan ging ze zeggen van ja, vanavond is heel vervelend, denk ik. Is een klusje in Drenthe. En jij moet het doen, want ja. En hij zei van ja, maar die gozer, ja, maar die heeft net een kind. En zijn vrouw is, jij moet het doen. Dat is mijn moeder. Ja. Kijk, dat is de basis. Je stuurt een boodschap naar een ander. En dat gaat door een netwerk heen van postkantoren. En geen overbodige boodschappen sturen aan AUB. En er moet ook een regime komen, dus een reglement, dat heet postkantoor opruimactie. En in één grote klap worden alle logs van alle postkantoortjes opgeruimd en de volgende mogen weg. Pink. En hebben we heel lekker veel vrij diskruimte. De rest, dat weten we wel. Er wordt centraal opgeslagen. En centraal is er niet. Want centraal is ook weer verdeeld. Dus de centraliteit bestaat helemaal niet. Dus kopieën van de waarheid. Daar gaat het om. Wat is er gebeurd? Wie heeft klik, klok, 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 klok gedaan? Op welke entiteit?
En dan geen foto's. Dat is een ander verhaal. Ik wil niet zeggen dat foto's slecht zijn. Het is geen boodschap. Om nog even door te zeuren. Een vriend van mij. Ik geloofde in hem. In zijn lichaam hoorde ik elke stem. Podum. Hij geloofde in hem. En hij zei, ja, ik was bij een mokkel. En die zei, ja, we moeten een computer. En hij zei, ik hou niet van computers. Ik weet niet hoe dat moet. Ja, zei ze, ik wil een computer. Maar ik ken een mannetje en die weet er alles van. En die kan me zo'n computer. Jij kan het niet. Maar die andere man, die kan het wel. Kwam er een computer in zijn woning en die man nam zo. Oh nee, zal ik hem neerzetten? Ja, en dan zit een dame neer en daar werd een computer neergezet. En hij op een dag neemt plaats achter het toetsenbord. Die B, dus je hebt Alef Bet. Die B, die was even weg. En hij, even kijken. En hij ziet foto's. En ik kan niet. Ik had ook nog. Dit had hij ook geleerd. Hij was ingekomen in het. Blabla. Bla. Hij kon een print maken. Dus had hij een print gemaakt. Van zo'n. Mag ik een foto van je? Ja, weet je? Heeft ze gewoon gedaan. In de zin van. Nou, kijk, en zo gaan we ervoor. Gewoon heet dat. Greetje, Beentje, Wijd. Wel lekker je kort laten zien. En dan een poink. En een huppakee. En dan moet je die foto moet je dan connecten. En dan poink. En dan krijg je een cashje in, man. En hij zag zijn foto. En hij confronteerde haar daarmee. En zij keek naar die foto. En ze zei. Dat is gefotoshopt. Ja, you go hallelujah. En daarom ben ik voor een daadwerkelijk. Zij had poen genoeg. Daar kwam die achter. Hij ging de deur uit om te werken. En zij zat op de bank met de knieën omhoog. Mag ik ook je anus zien? Met een Pipo de Clown erin. En dat kwam allemaal binnen op haar eigen bankrekening. Ja, dat heet. Hoe heet dat? Bijvreet. En elke keer zijn het weer wat wij dan noemen de fucking teringwijven. En dat bestaat slechts in ons hoofd. Wij moeten helemaal niet denken in mannen en vrouwen. Je hebt specialisten en managers. Of je nou een penis hebt of niet. Ja, leer mij van het satanisme. Daar weet ik alles van.
En die zijn heel bang voor mij. Ik weet hoe ze opereren. Had ik laatst, dat is afgelopen vrijdag. Dan komt die trut, die satanist. Die komt hier, ja, lams shawarma, dat kan niet meer. Dat is te duur. Dus je krijgt varkensvlees. Ja, zei ik. En er werken hier Mohammedanen. En die mogen ook een beetje meevreten. Dus een lam. Ja, kom op, man. Nee, te duur. Jeetje, mijn kruidje. Ik neuk geen olifanten. Dat is mijn aard niet. Meer van die, ik ben meer van de bakken. Nee, de bakken van de gitaar. Dit is de. Hoe heet dat nou? Die 64, dat getal. 4, 8 keer 8. Wat is het nou? Niet de bakken van de gitaar. Wat is het nou? Verdorie. Ja, hé. Hey. Ik voel het hem echt. Hoe heet het nou? De Kama Sutra. Het klinkt bijna hetzelfde. Het volgende standje is bedoeld voor een stevige man en een tengere vrouw. Dat was geen tengere vrouw, dat is een olifantje. Ja, sorry, jongen. Ik weet niet wat je ermee kan doen. Ja, een grote neger, denk ik. Dat zal ze wel lekker vinden. Een Johanneskraasje voor de. Take me, baby. En de voeten vrij. Een dikke leren riemen. En een beetje sedatief. Dat ze wel gelukkig is. Ze heeft een ontzettend dikke buik. Enorme tieten. En dan de opdracht aan de neger is dat hij speelt in de film Take Brigitte Bardot. Bibi. Een blond bitch. En dan zo'n neger met een lekkere lange lul. En zij heeft natuurlijk zo'n. Een goede neger voor haar. Het zal het goed doen. Even die baarmoeder. Totaal. Ja, ja. Dat gebeurt natuurlijk helemaal niet. Het punt is dat ik het uitgesproken heb. Want Chino, fuck me. Okay. Dus op alle fronten tegenwerking. Waar zijn de negers? En ik bedoel negers met een lul die voorbij hun. Een navel gaan. Dus mijn lul, als ik vrolijk ben en er zin in heb, komt net tot aan de achterkant van mijn navel. Maar die negers, die hebben dikke schijnt, hè? Zeggen ze. Ik heb het nooit gezien, ik wil het ook allemaal niet zien. Ja. Maar die Brigitte Bardot, die BB, dat. Die zit mij te pesten. Daar ben ik. Ik voel die energie. En zij gaat zielig
omlaag. En nee. Keine Zorro pist ein Z in der Schnee. Noch eine Nigger. Wat was ook weer? 8 inch of zo. Hey, ik ben iets van 13 of zo. Nee, centimeter. Maar gewoon, en dan goed stevig. Zo'n dikke lul. Uiteindelijk wil een vrouw een lul die zo groot is als een kind. Stop een lul in mij die zo qua formaat en ook qua lengte en, ja, die haal je niet, man. Moet je een lul hebben van hoeveel? Maar dat willen die vrouwen. En dat begrijp ik. Garbage in. Garbage out. En voor de verstandigen, ter afsluiting, zeg ik, you go fuck, F-U-C-K of F-O-K, yourself. Dat is de ene. En de andere is, en die is problematischer. En die is, you go fuck yourselves. Dat is meervoud. Ik zou beginnen met het enkelvoud. En als je dat onder controle hebt, dan gaan we doorstoten. En het feit dat ik nog steeds in leven ben en mijn bankrekening zie stijgen tot boven het bijstandsniveau en ik denk, ja, en nu gaan we dus echt lopen zeiken. Want ik was net van plan om zo zuinig mogelijk te leven. En nu heb ik allemaal, hey big spender, hey big... En dan heb ik allemaal die spullen. En dan moet ik er weer wat mee doen. Dus, you go fuck yourself. Dat moet je doen. Goed, jezelf naaien. Naai jezelf. Repair yourselves. And you go fuck yourselves. En daarmee bedoel ik dan daadwerkelijk... Dat je van die immigranten krijgt, die indringelingen. Want ze spreken de taal niet en ze weten ze niet te gedragen. En ze zeuren om dinges. En ja, alle ongein komt uit de kut van de vrouw. En dat we daar aan bijdragen. Om zoveel mogelijk van die monsters... Eerst, you go fuck yourself. Heb je dat goed begrepen? Als jij denkt dat jij eigenaar bent van iets, you go fuck yourself. En als je dan dat geleerd hebt, dat je helemaal geen eigenaar bent, je bent geen eigenaar, je bent volslagen gelukkig, je bent happy flowing, je bent de Klaus Schwab before. Als je dat begrijpt, en dan you go fuck yourselves.
En dan moet je een vrouwtje opzoeken waarvan jij denkt van, nou, jij lijkt wel een beetje op mij. En dan zegt de vrouwtje, nou, volgens mij ook. Ik vind je aardig. En allemaal toestanden en zo. Vrouwen in ellende. Eenzaam is de weg. En het is tot op zekere hoogte nodig. Er is geen enkele sprake van het feit dat jij per se moet gaan wipperen, Stijn. En aan de andere kant wil ik je er niet van weerhouden. Ook met de... Ja, maar eigenlijk, ik was, ja, dat zeg ik eigenlijk, hè? Over het geld dan weer. Ik liep bij de zeeman. Dat vind ik, dat is van oorsprong Jiddisch, Joods. Mag ik hopen. Dus dan doe ik graag boodschappen. Daar geef ik graag mijn geld aan uit. En dat vond ik dan niet wat ik wilde. En wel een hoes voor mijn matras. Oké. Uitproberen. Loop ik naar de kassa. En dan zie ik een vrouw. En ik denk, hé, wat gaan we nou doen? Ik noem dat vorderingen. Maar ze kwam van rechts en... Dat staat voorrang. Dus. En dan gaat ze bij de kassa staan. Om af te rekenen. Het gaat over geld, hè. Dan gaat ze afrekenen. En dan zegt ze... Jullie hebben toch ook aksen? En toen dacht... Gewoon één provincie van de 11. Zonder vrouwen. En dan zegt die vrouw achter de kassa... Ja, we hebben aksen. En waar staat die dan? Ik sta achter die trut. Maar vrouwen hebben daar geen enkel benul van. Vrouwen opereren. Yo, ik ben een vrouw. Ik ben een multiplicator. En yo, mijn baarmoeder. En yo, nee, dat is allemaal heel belangrijk dat ik in leven blijf. Want yo, een goed sperma geeft goede kinderen of zo. Ja, iedere vrouw die gedraagt zich als een broedbatterij. Ja, ik mag, ik ben hier maar aanwezig en ik ben een actie en nee, was het zeeman, sorry. De zeeman en waar zat de actie? Als we daarachter komen, dan snappen we dat het geen zin heeft. Om vrouwen aan het werk te zetten. De meest principiële, overheersende, de meest overheersende, de meest overheidelijke principes begrijpen vrouwen niet. Punt. Ze had oorbellen. Ik had een laken, een hoeslaken ding is voor de onderkant van mijn matras. Van 4,99. Ik mag wachten. En zei, ja, jullie hebben toch ook aksen? Want bij de kruidvat is het tering duur. En die vrouw achter de kassa, die, ja, nee, dat klopt, we hebben wel, die staat daar. Ja, maar waarom gaat ze dan voor? Waarom
realiseert ze zich niet. Van, oh, ik moet eigenlijk ook nog, ik geef aan. Je gaat dat niet voortplantend vragen. Aan de kassier. Tijdens het afrekenen. Die club van William Shakespeare was een club. Hè? Die heeft gezegd, er stinkt iets, er rot iets in Denemarken. Je kan het ruiken. Ik zeg je, er rot iets. Bij de zeeman. Met domvrouw. Die het niet weet. Rekening hou. Vrouw die... Oh, nu ben ik. Ja, waar is de... Ja, ik heb oorbellen. En ik heb zoveel. Ja, maar ik heb nog een vraag. En hebben jullie aksen? Want die is zo duur. Bij de kruidvat. We hebben het over geld. En ik kan me heel... Die scène... van Seven. Dat die zo'n medepersoon... de protagonist, in mijn oordeel. De protagonist, dat is dan... Zijn naam vergeet ik altijd en dat hoort zo. De altijd vergeten naam en dat is heilig. Weet je ook weer. Niet Harvey Keitel. Het is die van de... Ja, dat maakt me niet zo gek van aan. En dat die film 7, daar gaat het om. 7, dat is mijn getal. 4... is 7. Daar gaat het om. 666. Wake up. 7, daar gaat het om. En hoe heet die gozer nou? In 7. Heeft hij overgegeven, gekotst. In de mond, in het gezicht van een metropassagier. Die liep te zeiken als een zilver gorilla. Kots over jou. En hoe kwam ik daarop? Het leven is geen geintje. Als je dit niet goed doet, krijg je het gelijk opnieuw. Als je het wel goed doet, en dan opnieuw. Samsara. Het leven is een eeuwige herhaling. De honden weten dat wij weten dat dat zo is. Honden, paarden en katten die luisteren naar ons. Muizen. De dieren zijn aan ons ondergeschikt. Het is Noah. En
en niet een of andere olifant. Ja, de waarheid is eenvoudig en dat willen veel mensen niet begrijpen. Veel mensen denken dat het beter is om te ingewikkeld of... En ik zeg je, de waarheid is eenvoudig. Wij zijn vervloekt. Wij zitten in Stalingrad. Of je het leuk vindt of niet. Of Auschwitz, dat vind ik ook best. Wil je Auschwitziaan zijn of Stalingradiaan? Als Duitser. Of wil je liever naar Westerbork? Ja, waar wil je heen? Hè? Dat mooie nummer van Arie Jansen. Vluchten, Jenny, Arian. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten waar naartoe. Nou, bij deze... Elke vrijdag kook ik op HK22 bij Des Koningsjacht. Bij de zware jongens. En elke keer, telkens weer, als ik naar huis ga, dan denk ik, yep. Morgen, sabbat. And you go fuck yourself. And yourselves. Don't forget the real life fucking. And please do the fucking also with yourself. Stretch yourself up. First you stretch yourself up. Then you stretch your wife up. And stand up. Het is tot nu toe goed gegaan, die strategie. Tot nu toe. Dus waarom gaan we daar niet mee door? Ja, namens mij... Mijn dog. Ik ben dyslectisch. Namens mij en mijn dog. May good wishes be upon you. En meer ingewikkelder maak ik het niet. En hartelijk welkom.